Koen, waar focus jij op vandaag? Nou, ik denk het belangrijkste toch wel heel even die Chinese data is. We zagen in Azië al dat de rally in Amerika niet werd overgenomen. Dus daar werd toch een beetje lauwtjes gereageerd op de cijfers die wel groei laten zien, maar minder dan verwacht.